Hoeveel zou het zijn? Hoeveel moet het zijn? 150. Wow! Oh! Lekker! Wow! Heb je zin in? Wat zou erin zitten? Oh nee. Huh? Zoet! Aardappel met zoet. Aardappeltaart of zo. Ik hou niet zo van zoet. En ik ben niet zo van de toetjes. Een frisse spinazie aardappelsmoothie. Dat moet jouw variant zijn. Jij houdt niet van zoet. Ik hou niet zo van zoet. De aardappelsmoothie! Yay! Finally! Nou, mag je weer boodschappen gaan doen? Ja, ga ik doen. Scones! Dat is mijn lievelings. Dan gaat de aardappel door het deeg heen. Allemaal leuk, maar ik wil die scones. Kruimige aardappels eventjes schillen. En dan kook je ze. That's it. Stap 1 is de aardappels even koken. Heb ik al gedaan. En dan ga je ze stampen. Heel makkelijk. Stampen. Ik ga dan stampen. Ik heb ook een stampen. Ik ga dan stampen. Nou even 20 minuutjes koken. En that's it. That's it. Dat zei ik net ook, hè. That's it. That's it. Dit is niet zo makkelijk als ik dacht. Misschien een klein scheutje melk erdoorheen. Trust you, Pikachu. Ik denk dat dit serieus een hele bijzondere smoothie wordt, Britt. En bijzonder op zich wel positief. Ik heb überhaupt nog nooit aardappel in mijn smoothie op en nog nooit dadels in mijn smoothie op. Nee. Hoeveel zou het zijn? Hoeveel moet het zijn? 150. Wow! Oh! Lekker! Wow! Spire up the grill. Run the sound! Zes dadels. Zo, hebben wij ons ijzer ook weer binnen. Oh, ik ben nog steeds helemaal euforisch van die boter. Wow! Oeh, dit is leuk om te doen ook. De afgekoelde aardappeltjes gaan erin. 3 eggies. Nee, wat zeggen we dan? 3 liter eieren. 2 liter eieren. En dan alleen nog de ijsklonten erbij. That's it. We gaan er gewoon balletjes van maken. Hoe dat moet, weet ik niet. Dit is natuurlijk altijd de moeilijkheid bij dit soort kwesties. Klaar. Nou nog even opmaken in een glaasje en dan gaat hij weer naar de jury. That's it.